geweest. Nou, meneer de directeur, ziet het er al uit als verwacht? Ja, het is een beetje te laag nog. Oh, even goed. Doorwerken, maar dan komt het goed. Mooi. Ja, ik weet het wel nog zo'n Santa Barbara, dat is de heilige, de beschermheilige van de metselaars en van de architecten. Ik ben hier natuurlijk niet dankzij het feit dat in mijn tijd een depot is bedacht en is ontworpen en is begonnen met voorbereidingen. Dat is dankzij Paulien, die daar staat, en Lucie, die naast haar staat. En ik ben dus maar slechts uw spreekbuis. En ja, Ellen, jazeker, het drievrouwschap, het beroemde drievrouwschap. En eventjes een stukje planning. De bouwkundige oplevering zal begin juni zijn. Aanstaande natuurlijk. En dan moet de installatie afgemaakt worden. En dan wordt er in oktober 2010 opgeleverd bij ons. En dan gaan wij verhuizen vanaf ongeveer december 2010. En dan hopen wij dus helemaal klaar te zijn vlak voor de zomervakantie van 2011. Ja, wij zitten eigenlijk te popelen om te verhuizen naar dit nieuwe gebouw. Want u krijgt ook allemaal een cadeautje. U heeft misschien al gezien dat de medewerkers van het Amsterdamse Historisch Museum die hier rondlopen allemaal zo'n ontzettend leuk borstje op hebben, nu nog werken. Zijn we bezig met een hele andere operatie. Het eerste is dat ik denk dat mevrouw Pauline Kruseman alle kennis over bacteriën, schimmels, infectieziekten en andere dingen heeft verzameld om te beschrijven hoe de staat van het depot was. Daarmee heeft ook zij kunnen aantonen hoe noodzakelijk het was dat er echt een nieuw depot kwam. Zoiets? Ja, je doet het goed. Zoiets? Dan zou ik er nog eentje opleggen. Schrijf je erop? Ja, ietsje. Zullen we hem zo zetten? Nee. Nee? Zo, naar binnen of naar buiten? Schrik naar binnen. Wil je nog zo... Ja, schrappen. Gaan we weer rechts leggen? Ja, dat kan blijven. Ja, is toch een geluid. Ja, mooi. Nou, goed. Binnenkant bij de entree. Binnenkant bij de entree. Ja. Dus, de entree is in twee delen. Ik heb het glas om het nieuwe schatkamer van de collectie Amsterdam. En op het nieuwe depot van het Amsterdamse Historisch Museum. Ik zou zeggen, proost!